We staan hier voor mijn slaapkamertje. Ik heb hier al die tijd gewoond. Ik had meestal de deuren openstaan, zeker een hele zomerperiode, omdat ik mijn bed half buiten kon zetten. En dus met de fluitende vogeltjes wakker werd. Dat is nogal idyllisch allemaal, als ik het zo terugzie. Ik mede door het feit dat ik in het huis mogen wonen, omschrijf ik mijn jeugd ook meestal als een soort vitamine C-vergiftiging. We zitten hier op een paar honderd meter afstand vanaf het bos, waar eindeloos werd gespeeld. En dwars door het bos in de duinen kon je op een afstand van 6 kilometer naar het strand lopen. Ja, ik heb het hier in een aantal mappen. Eén map van alle bospartijen in Bergen. Eén map van Berg aan Zee. Eén map van de duinen. En één map van alle strandscènes. Ik vind het met name leuk omdat ik gewoon veel herinneringen heb aan bergen natuurlijk. En ik vind het heel spannend dus zeg maar op afstand een soort imaginaire reis terug te maken naar zo'n plek. En verbazingwekkend is Bergen, Apeldoorn en Valkenburg wat mij betreft de meest voorkomende plaatsen waar je een ansichtkaart van vindt. Ik denk dat het in de jaren 20 toch een heel belangrijk en chic vakantieplek was voor mensen uit Nederland. En het is een soort ziekte natuurlijk vanaf het moment je verzamelt. Maar dagelijks kom ik nog bij antiquariaten en dagelijks kom ik nog nieuw materiaal tegen. En het is eigenlijk iets wat gewoon unlimited is natuurlijk. Dus heel spannend. Ja, dit is een heel mooi voorbeeld en een prachtig schilderij van de Bergenschool geschilderd Mathieu Wiegman, een stilleven. Dit en andere schilderijen behoren tot de collectie van het Museum Kranenburg. Een mooi voorbeeld, warme tinten, bruine kleuren. Je ziet het appeltje wat ze uit het Franse Cézanne-achtige hebben meegenomen. Mooie achtergrond, heel warm en mooi schilderij. Kijk, er drukt een loodzware geschiedenis hier in dit dorp. En in hoeverre dat met het dorp te maken heeft, weet ik niet. Als je hier woont, je wordt erop aangesproken ook. Hè? Je bent Bergens kunstenaar, dus dan wil ik van af. Dat vind ik eigenlijk heel vervelend. En in mijn werk is er helemaal geen verwantschap, nee.
Voor het ontstaan van de Bergerse school zijn denk ik een aantal factoren van belang. Eerst is daar de ongerepte natuur van Bergen, waardoor kunstenaars werden aangetrokken. Dan was er de dreiging van de Eerste Wereldoorlog, waardoor kunstenaars uit het buitenland terugkwamen naar Nederland en ook naar Bergen. En vervolgens waren er eigenlijk een aantal buitenlandse kunstenaars die naar Nederland vluchtten, omdat Nederland neutraal was. Zoals de Belgen, Gustave de Smet, Frits van den Bergen, de Hongaar, Zobel kwam uit Parijs. En later kwam ook de Franse schilder Le Fauconnier naar Nederland. Wat er toen gebeurde was dat er een soort vriendenkring, kennissenkring ontstond. Men sprak over de jongste ontwikkelingen. Men ging experimenteren, uitwisselen. Dat was eigenlijk een belangrijk begin van de Bergerse school, zou je kunnen zeggen. Ik denk zeker dat Bergen nog steeds een kunstenaarsdorp is. Daar ben ik helemaal van overtuigd. En dat moet ook zo blijven. Waaruit blijkt dat? Dat blijkt onder andere uit het feit dat een gemeenteraad toch 175.000 gulden per jaar over heeft voor een museum, het gebouw wat wij beschikbaar stellen. Daar blijkt uit dat er een kunstenaarscentrum Bergen is. Daar blijkt ook uit het feit dat er nog steeds 70 professionele beeldende kunstenaars wonen. En toch ook uit het feit dat zoveel mensen hier originele kunstwerk aan de muur hebben. Dat vind je ook nergens in Nederland. Hier hebben we een schilderij van Leo Gerstel, ook een bekende vertegenwoordiger van de Bergerse school. Inspirator wordt hij ook wel genoemd. Hij heeft veel contact gehad met Frankrijk. En in dit schilderij is heel mooi te zien dat hij ook de Franse invloeden heel vrij in zijn werk heeft toegelaten. Ik vind het heel mooi omdat hij veel kleurvlakken naast elkaar gebruikt. Het is een heel mozaïek van een landschap. Ik ging toen overzichtstentoonstellingen maken van belangwekkende Noord-Hollandse kunstenaars. Dat heb ik zo 20 jaar gedaan. En dat was in de oude Uslarkerk in Warmehuizen, vlakbij Bergen. En een van die kunstenaars waar ik een tentoonstelling over maakte, was Leo Gerstel. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik in contact ben gekomen met de dochter van Boendemaker. Mevrouw Cornelissen Boendemaker, zus werd ze genoemd. Want ik had een aantal hele mooie schilderijen van Gerstel nodig. Uit zijn Mallorca-periode. Ik ging bij haar op bezoek en het kostte nogal moeite, maar ik kreeg die werken los van haar. En zo is eigenlijk een hele bijzondere vriendschap ontstaan. Bijzonder omdat we eigenlijk 40 jaar in leeftijd verschilden. Maar ook bijzonder omdat we de liefde voor de expressionistische schilderkunst samen deelden. En de liefde voor de Bergerse school. En ja, dat betekende in de praktijk dat zij heel veel vertelde over die periode. Want zij was tenslotte opgegroeid in Bergen, te midden van al deze schilders. En ik vond het vreselijk leuk om die verhalen van haar te horen. Dit is een leuke foto van Boendemaker en zijn vrouw, Gerstel en zijn vrouw en Mommy Swartz in 1914 op het eiland Mallorca tussen de cactussen. Het was een belangrijk jaar voor Gerstel. Hij verdiepte zich in het cubisme.
Hier hebben we het blad, architectuurblad Wendingen. Klassiek gebonden, handgebonden. Dit is het huis waar ik gewoond heb. Entree. Dit is de kamer waar ik boven woonde. Dit is de woonkamer. Twee schoorstenen. En achterom het huis een mezenest. Nou, hier zien we een platte grond van het project. Het zijn 17 huizen. Het was een wedstrijd uitgeschreven door de tegenhandelaar Heijsteen in 1917. Een aantal jonge architecten, die later omschreven zijn als de Amsterdamse school, die hebben daar een aantal huizen gerealiseerd. Dat is, alle huizen zijn in 1918 of in 1919 op Ansichtkaart gezet. En daar heb ik 2,5 jaar over gedaan voordat de collectie compleet was. Want dat is... Er zijn blijkbaar de nodige architecten, architectuurinstituten die het verzamelen. Dat is heel moeilijk aan te komen. En die heb ik inmiddels compleet. En het huis van waar Fouconnier heeft gezeten bijvoorbeeld hier. Er zijn ook 4 verschillende ansichtkaarten van gemaakt. En ja, dat ben ik zeer aan verknocht. Dat was ook niet eenvoudig om het bij elkaar te krijgen. En dan ligt hier nog een mapje met allerhande foto's. Beetje rommelig mapje. Zoals veel van dit archief nog. Dit is een hele leuke foto, want hier zie je in de tuin de boendemaker in Amsterdam, voordat hij naar Bergen kwam. Maar al spoedig werd zijn verzamellust tot een dergelijke passie, dat hij de doeken met tientallen tegelijk kocht. Soms kocht hij in één keer een atelier leeg. Ja. Met collectioneren had zijn handelwijze weinig te maken. Het was meer te vergelijken met kinderlijke hebzucht. Staat hier, moet je nagaan. Ach. Van verschillende schilders bezat hij honderden schilderijen. En dan nog dikwijls uit één periode. Soms was een schilder beladen met schilderijen van een reis naar Italië teruggekeerd. Boendemaker kocht al het werk op en de kunstenaar zat enkele dagen later weer in de trein naar Italië. En dit is het interieur van de kunstzaal. Waarschijnlijk tijdens de opening van de zaal in 1928. Nou, nog een zonnig schilderij van Harry Kuiten. Heeft veel gewerkt in deze omgeving. Behoorde niet echt tot de Bergse school, maar moet niet ongenoemd blijven. Zijn strandjes zijn heel bekend en dit is waarschijnlijk een strand in Schorl of in Bergen aan Zee. Ja, met enkele verftoetsen heeft hij toch prachtig dat zand in zijn verschillende kleuren aangegeven. En waar ik zelf erg enthousiast over ben, is de branding. Het zijn toch de golven die over en weer over het strand rollen. Dat vind ik een van de meest bijzondere kaarten. En met name bijzonder omdat de meeste mensen niet zullen zien waarom ik hem bijzonder vind. Deze kaart is gemaakt, ik neem aan het Porto te zien, even kijken hoor, 1961. Blijkbaar was het dus mogelijk om... Deze auto is onbemand, er zit geen bestuurder achter het stuur. Dus degene is vanaf Bergen aan Zee naar Bergen gereden, heeft zijn auto geparkeerd op de straat. Is 50 meter naar achter gelopen en heeft een foto gemaakt van de weg met zijn eigen auto. Nou, dat is iets wat gedurende misschien een aantal jaren kon, maar nu absoluut niet meer. 2,5 jaar later vond ik een, wat ik nogal curieus vond, een vrijwel identieke foto, maar 400 meter verderop genomen. Met hoogstwaarschijnlijk de fotograaf rechts in beeld met een zelfontspanner. Nou, dat vond ik fantastisch. Waar is dat? Dit is op de weg vanaf Bergen aan Zee terug naar Bergen. Dus een kilometer vanaf Bergen aan Zee. Dit
is Gerstel te midden van zijn vrienden. En het geeft iets weer van de vriendschap die onderling leeft. Ze zijn hier bezig volgens mij met het verbouwen van een huis of een atelier. Je ziet Gerstel staan met een grote baksteen. De picknickmand staat klaar, flessen wijn. Gewoon ontzettend gezellig plaatje, de hond erbij. Oh ja, ik heb nog meegenomen iets geks. Dit is een kaartspel wat geschilderd is door de Bergense schilders. En het is gewoon heel anekdotisch gek. Het is geen grote kunst, maar het ziet er vreselijk leuk uit. Dus dat laat ik gewoon even zien. Nou, ik denk dat die collectievorming eigenlijk na de oorlog in hoofdzaak is gebeurd. Voor de oorlog werd er wel eens een schilderijtje gekocht, denk ik. En we kregen ook wel eens wat, er waren wel wat schenkingen. Maar pas eigenlijk vanaf de 60e jaren is er echt aan collectievorming gedaan. Ja, dat was dus eigenlijk het startpunt voor schilderijen uit de Bergense school. Het zien van die schilderijen. Het zien bij vrienden zo die schilderijen zien hangen. Toen dacht ik van ja, dat wil ik eigenlijk ook hebben. Maar ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk geen geld meer. Dus bovendien ga je ontdekken dat het zo'n Anthony de Lorme en een Colnau of een Wiegman of een Van Weygaard, die staan niet naast elkaar. Dat is geen gezicht. Dan moet je ze dus op andere wanden gaan hangen. Nou, zo groot was mijn huis ook niet. Bovendien zat er inmiddels veel geld al in de schilderijen. Dus grote huizen zaten er ook niet in. Maar dan ga je realiseren, je gaat ook meer naar tentoonstellingen, je schaft oude boeken aan, je zit in antiquariaten heel veel. En dan ga je realiseren dat je veel meer eenheid in die collectie wil hebben. Dat is het moment, dan ga je echt heel gericht iets kopen. En dan ontstaat er iets toch van een collectie. En ja, dat ik ben gaan verkopen, dat is nu 17 jaar geleden en ik verzamel dus ruim 25 jaar. Nou, het is altijd weer een hele moeilijke zaak. Geld is natuurlijk vooral in deze tijd altijd heel moeilijk om, zelfs om in een dorp als Bergen voor kunst geld te genereren. Dat is moeilijk. We moeten dat samen doen met sponsors. Dat gebeurt bij het museum ook. Wij betalen het huis, de huisvesting en de sponsors de exploitatie. Dat lukt tot nu toe. Anders zou een dorp als Bergen met 14.000 inwoners dat niet kunnen opbrengen. En er zijn mensen die kopen alleen maar luminisme. Maar er zijn mensen die verzamelen ook echt heel gericht alleen maar Bergense school. En dan echt uit die periode 1915, 1925, waarin echt de Bergense school op zijn hoogtepunt was. Van de Bergense school? Men zegt van wel. Dat wil zeggen, de geschiedenisboekjes zeggen van wel en de kenners zeggen ook van wel. Naar mijn idee zijn natuurlijk wel mensen geweest die hier in Bergen gewerkt hebben, maar een school ben je denk ik pas als je school maakt. Hè? Dus dat hebben ze nooit gedaan naar mijn idee. Dus als ik eerlijk antwoord moet geven, geen Bergense school. Dus. Hey, Jochie, was je er al? Ja, gewoon. Ga zitten. Nou, ja. Gezellig. Oh, ja, was ook leuk. Ja, voor nou ja, goed, een bordje. Ja, ik neem een koffie. Ja? Ik neem een koffie. Ja, ja? Mag ik een koffie? Dan kan ik een koffie krijgen. Graag. Ja. Nu is Edo Perron.
En daar verderop, daar ligt Salidorp. Ja, het zijn natuurlijk allemaal dooien. En ik ken ze niet. Ik heb ze nooit gekend ook eigenlijk. Alleen hun, ja, de oude condoor heb ik wel eens zien lopen. Ja. Hier zie je Jan Thorop op hoge leeftijd. In zijn rondstoel in Bergen. Hij heeft een huis gebouwd voor zijn dochter Charlie in Bergen. En zij is ook een van de bekendere kunstenaars in Nederland gebleken. Ja, dit is Adriaan Ronald Holst. Die is een 76 overleden. En, het was ook een dichter, was het, hè? Ja, een dichter, ja. Adriaan was een dichter. Was Adriaan dan een goede vriend van je? Ja, die was, kan ik wel zeggen, ja. Natuurlijk ook, zeg maar, bijna de vader-zoon verhouding. Maar toch, wij kwamen vaak op de borrel bij hem. En hoe was dat met Charlie Thorop? Met Charlie was het ook heel schattig, ja. Dat was, ja, dat is... Hoe moet je heeft... je dat voorstellen? Nou, ja, goed. Wat ik je al zei, die eerste tentoonstelling in 47, 46 zelfs. Ja, daar kregen we er echt weer extra contact mee. En, nou... Ik weet bijvoorbeeld, zij kocht van mij een schilderijtje om mij een beetje te helpen. Want we waren zo arm als de mieren. Hè? En ze wilde dat stimuleren. Wat ook heel fascinerend was, is toch een soort confrontatie met kunstenaars van de Bergse School. Ook mensen als Adriaan Holst en Mathieu Wiegman, die ook contact hadden met mijn ouders, die over de vloer kwamen. En dat was een zeer vruchtbare periode wat dat betreft. Harry ten Holt, waar we ons zomerhuisje stond daar tegenover, aan de deurentjes. En ja goed, het was natuurlijk een heel bijzondere man. En ik vind hem nog altijd beter dan de hele Bergense School samen. Daar heb jij iets heel speciaals. Een hele speciale, ja goed, dat is... En als je het werk ziet, dan zou je dat ook wel een beetje kunnen zien. Ik zie in jouw werk soms dingen van Harry ten Holt. Oh, maar dat zou best kunnen. Ja, moet ik eerlijk zeggen. Ja. We komen geen van af van de maan, hè? Nee. Dat is natuurlijk zo. En ja. Beïnvloeding is er vanzelfsprekend. Ik bedoel, je leert zien. In je oudere werk, moet ik eerlijk zeggen. In het oudere werk, zeker. Dat is heel duidelijk. Ja, mevrouw Boendemaker ten Grave. Tragedie van de Bergense School. Ja, dat was eigenlijk een drama. Het liep eigenlijk zo dat door de crisisjaren Boendemaker al financieel een beetje in de problemen kwam. Hij moest een aantal werken verkopen, afstaan aan de bank. En hij overleed in 47 overigens. 10 jaar later overleed zijn vrouw. En toen kwam eigenlijk in een marathonveiling de rest van de collectie aan bod. Die werd verkocht. En daar waren eigenlijk toch nog 1700 werken van die collectie over. En het drama was in wezen dat door het grote aanbod van werken tegelijk, soms honderden van één kunstenaar, gingen die werken weg voor ongelooflijk lage prijzen. Hopeloos. En een van de oorzaken is, behalve het feit dat er te veel tegelijk werd aangeboden, ja, de Bergense School was eigenlijk niet meer zo in de belangstelling. Inmiddels was Cobra opgekomen na de oorlog. En voor de nog levende kunstenaars van de Bergense School was dat natuurlijk een ramp. Dat was vreselijk tragisch. En het is zelfs zo dat een aantal van hen toen zeiden er nooit toe behoort te hebben. Lucebert, vanuit het Amsterdamse, ook naar Bergen gekomen. Hij heeft het atelier betrokken in de woning van de familie Boendemaker en heeft daar jarenlang gewerkt als hele moderne schilder en als dubbeltalent natuurlijk ook als literator bekend. In hoeverre vindt u dat er nou eigenlijk sprake is van de Bergense School?
Ja, nou, u kent de anekdote van over Leo Gestel, die op een bepaald moment gevraagd werd, tot welke school behoor jij eigenlijk? En dat hij toen gekscherend zei, nou, zeg maar Bergense school. Maar ik denk toch dat die Bergense school, het aantal kunstenaars wat daartoe behoorde of daartoe gerekend wordt, dat die toch elkaar beïnvloed hebben en ook in hun werk herkenbaar zijn. En dat is toch een kenmerk van een schilderschool. Dus ik denk dat die wel degelijk bestaan heeft. En als ik Bergen moet promoten, zal ik dat ook zeker naar voren brengen. Ik ben wel ernstig gefascineerd door Bergen, nu nog steeds. Vandaar ook dat ik dus mijn hele fotocollectie heb aangelegd, wat ik heel spannend vind. Maar ik heb de mensen erin niet eigenlijk bij nodig. Maar de plek vind ik zeer fascinerend. Dus ik denk dat ik meer, dat is ook iets wat in mijn werk speelt, denk dat ik meer gefascineerd ben door het verleden als door het heden of de toekomst. Als je op een gegeven moment 18 jaar bent geweest, ik denk dat Bergen een fantastische plek is, tot je 18e en vanaf je 68ste. En ik heb er ernstig voor gekozen om onmiddellijk te vertrekken. De mensen die weggegaan zijn, hebben groot gelijk. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je weggaat, omdat het natuurlijk gewoon het gevaar van kliekjesgeest en die dichtheid, iedereen op elkaars lip en iedereen bekijkt elkaar de hele dag, is hier natuurlijk is aanwezig. Maar aan de andere kant, ik ben hier gewoon blijven wonen, omdat ik vind dat dit een mooie plek is om te wonen en ik zou niet ergens anders willen wonen. Nee, ik vind zelfs dat Bergen een beetje een urbaan karakter heeft. Als je het vergelijkt met de omringende dorpen, waar toch weer meer dorpjes zijn. En Bergen heeft natuurlijk een gigantische hoeveelheid import. Ja, dat maakt het ook aantrekkelijk, denk ik. Die vijand had haar lief, grijs en weer jong. Lag op zijn bed, zij doodstil nog te leven. Aan Ronald Holst. Thank you.